Applaus en high fives. En niet zomaar. Het studententeam Tech United van de TU Eindhoven is voor de vierde keer op rij wereldkampioen robotvoetbal geworden. In het Franse Bordeaux werd in de finale met 6-2 gewonnen van de Falcons, van de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML. Dat was een herhaling van de finale van vorig jaar in Thailand. Toen stonden beide teams uit de Brainport-regio ook al tegenover elkaar. En toen werd het 15-0 voor Tech United. Dit keer waren de robots meer aan elkaar gewaagd. Shot at goal. Oh! In totaal pakten de studenten van de TU al 7 keer de wereldtitel. Volgend jaar mag Tech United in eigen land de titel verdedigen. Dan komt het WK robotvoetbal naar Eindhoven.